Hallo allemaal, welkom bij een nieuw filmpje. Dit keer weer een kort filmpje. Ik wil jullie vandaag gewoon... Ik wil jullie gewoon verschillende kleuren laten zien van de lippencil van NARS. Ja, dat zijn deze potloden. Let niet op mijn nagels die al helemaal uitgegroeid zijn. Ik heb er dus een paar en ik dacht, weet je, ik vind dit echt hele fijne lippotloden. Dus ik dacht, ik wil ze graag met jullie delen. En dan laat ik jullie gewoon meteen alle kleurtjes zien die ik heb. Want ik vind het zelf echt heel fijn om filmpjes te kijken waar lipstiften worden geswatcht. Of waar alle kleuren worden laten zien. Dit is een lippencil. Je kan het dus onder je lipstift gebruiken. Maar ik gebruik het gewoon op zichzelf. En nou ja, ze zijn mat. Ze hebben een matte finish. Maar ze voelen niet droog aan. Dus dat is echt helemaal top. Dat is echt heel fijn. Ze voelen heel comfortabel op de lippen aan. Ze brengen heel makkelijk aan. Je kan ze makkelijk meenemen in je tas. En het klinkt misschien gek, maar nu we overal een mondkapje moeten dragen. Als ik dan iets op mijn lippen heb, dan heb ik gemerkt dat ik deze heel fijn vind om op te hebben. Gewoon omdat ze niet droog aanvoelen, omdat ze gewoon heel comfortabel zijn. Het blijft goed zitten. Het is natuurlijk net niet hetzelfde als echt een droge liquid lipstick. Maar ik vind dat deze ook echt heel goed blijft zitten. Bij de bijenkorf kost het 27 euro per stuk. En ja, dat is echt heel duur. Wat ik meestal doe, rond deze periode van het jaar, hebben ze van die setjes waar soms 4 in zitten of soms 2 in zitten. En soms zijn dat gewoon de grote potloden, maar soms zijn het ook minis. Dus bijvoorbeeld, dit is een grote, dit is een mini. En dan scheelt het wel echt een prijs. Maar dan krijg je 4 voor een bepaald bedrag. Of ik heb er laatst 2 gekocht. Het waren 2 minis voor 21 euro. Dus dat is toch wel een mooiere prijs dan 1 voor 27 euro. Dus zo koop ik vaak die potloden. Maar goed, ik vind ze heel fijn. Ik gebruik ze ook veel. En ze gaan wel echt lang mee. Je kan ze ook gewoon heel makkelijk slijpen. Ja, dus ik kan ze aanbevelen. Als jullie kleurtjes hebben van dit potloodje, welke kleurtje hebben jullie dan? En ja, welke vinden jullie het mooist? En als je ze nog niet hebt, welke kleur zou je dan willen uitproberen? Ik ben heel benieuwd. Laat het me weten in de comments hieronder. En dan gaan we nu gewoon beginnen. Zeker weten zou mengen met een andere kleur. Ik vind roze sowieso al best wel een moeilijke kleur op mezelf. En dan met een koele ondertoon is gewoon iets waar ik, bij mezelf niet van hou. Het is wel een mooie kleur, dus ik weet zeker dat hij echt op heel veel mensen echt wel super mooi staat. Hij is niet slecht. Het is niet alsof het lelijk is. Dit is gewoon een smaakdingetje, denk ik. Ja, dit is gewoon een smaakdingetje. En voor mezelf, voor mezelf vind ik hem niet zo. Wauw.
kleurtje had ik besteld. Helemaal nadat ik online onderzoek had gedaan hoe het kleurtje eruit ziet. Foto's en filmpjes. En hij is eerlijk gezegd toch tegengevallen. Ik vind het ook een coole ondertoon hebben. Het kan wel hoor. Het is wel mooi. Een beetje dit kleurtje. Hij is niet slecht. Hij is wel mooi. Maar ik zou deze denk ik ook toch liever mengen met een bruin potloodje of een ander bruin kleurtje. En dan vind ik hem zelf mooier op mezelf. Lippenstift op mezelf. Ik heb mij dan echt liever iets meer van een bruinere ondertoon of bruin met roze gemengd. Kennen jullie dat? Hebben jullie dat ook als je gewoon sommige tinten op jezelf gewoon niet zo leuk vindt? Ik bedoel, ik heb echt klanten die echt zoiets hebben van nee, ik wil echt geen rood of ik wil echt geen roze. En dan denk ik, oh my god, maar dat zou je zo mooi staan. Maar dan is het gewoon echt wat je gewoon zelf fijn vindt en wat je zelf gewend bent. Wat is mijn kleur lippenstift? Maar. De kleurtjes. Ik hoop dat jullie dit filmpje leuk vonden. Ik ben benieuwd welke kleur jullie het mooist vinden. Ik vind zelf denk ik mijn top 3 kleurtjes zijn denk ik deze 3. Spike, Valkyrie en Cruella. Deze 3 vind ik denk ik het mooist. Welke vinden jullie het mooist? Laat het me weten als jullie ook zo'n filmpje van een ander merk. Van een ander type lippenstift willen zien. Ik kan hem van de MAC lippenstiften doen. Ik heb ook wel verschillende kleurtjes van Anastasia Beverly Hills. Of van de liquid lipsticks van Morphe. Laat het me weten. Dan kan ik even kijken wat ik heb. En dan doe ik dat natuurlijk dolgraag voor jullie. Ja, voor nu was dat het. Nogmaals, ik kan deze potloden echt aanbevelen. Ze zijn duur, maar kijk vooral naar de setjes. Die zijn echt wel een stuk voordeliger. Of wanneer korting is natuurlijk. En voor nu, hoop dat jullie het allemaal goed maken. En tot snel weer. Doeg! Dankjewel voor het kijken.